Dus ja, mensen. Zoals altijd. Het is eigenlijk al avond. Het is nu 7:55. Dus zeg we. Goedemorgen, deze morgen. Mijn naam is Pippi Blee. Nieuw vlog. En we gaan van eerste keer, gewoon van eerste keer al, gaan we er gewoon in vliegen, jongen. Het is echt zot. Wij gaan u nu een keer iets vertalen dat, oh my god. Dus mensen, je leeft maar één keer in je leven. Maar dat is twee. Hè? Dus je leeft maar één keer in je leven. En je moet gewoon doen wat je wilt in je leven. Dus, ik heb gewoon een beslissing genomen. Ik ben er eigenlijk even zelf niet goed van, oké? Kijk, ik had zo'n zeggen. Ik heb ontslag genomen op mijn werk. AZ Delta, het was de max, maar ik moet gewoon mijn droom najagen. Ik weet niet wat er is met die belichting hier, maar dit is een oerkot. Maar, I don't care. Want vanaf nu is dat gewoon mijn stijl. Vanaf nu, alles verandert, gelijk dat licht. Weet wat? We gaan van roze... Nou wit, my life is changing. Dus, mensen, wat ik nu zonder zeveren, ik ben gewoon zelfstandig begonnen. Kan ik een applaus krijgen van iemand? Silke? Voilà. Van één. Dus ja, ik ben zelfstandig begonnen. En ja... Ik heb gewoon mijn job bij AZ Delta gewoon opgegeven en ik ga nu volledig zelfstandig worden omdat de views zo niet normaal zijn op mijn video's. Dan echt... Woe! Weet je wat dat wil zeggen, Silke? Woe! Niet echt. Dat wil gewoon zeggen, we're going for the moon. Oké. Voilà. En ja, het is echt zot. Dus Pepe Blue... Label gaat gewoon volledig, ja, gewoon sky high gaan worden. En dus er komt merch, er komen t-shirts, er komen klakken, er komen, voilà, kijk, ziet, ik heb het licht gezien. En het is echt zot, dus er komen t-shirts, er komen klakken, er komen uurwerken, er komen broeken, er komen schoenen, er komen onderbroeken, er komen alles, alles. Maar, ik kan dat niet alleen doen, dus wat hebben we gewoon besloten... Je kent hem wel, de Rimzy. Ja? Voilà, de Rimzy. Vanaf nu werkt de Rimzy voor mij. Oh my god. Maak nog een keer een applaus, alstublieft. Come on, wat is dat applaus? Give me the applaus. Je hebt ook altijd getraumatiseerd. Maar, give me the applaus. Voilà, zie. Dat was een applaus. Ik zweer, het is echt zot. Want Rimzy werkt vanaf nu voor mij als videographer. Ja, maar ja. Gewoon als videographer. Dus vanaf nu is jij mijn editor, mijn videographer en alles met er. Dat is gewoon Rimzy er. Voilà. Dus ja, het gaat echt zot worden. Dus vanaf nu, ik ga geen camera's nu meer vastpakken. Vanaf nu komt jij gewoon 24 op 24, 7 dagen op 7 bij mij. Woon en ja, dat is zo, hè, ja. Dus, plus, er is nog iets. Dat is hier Silke. Silke is eigenlijk de vriendin van Rimzy. Maar, nu zijn wij eigenlijk baas en... Zeg het jij, man. Kom, wat zeg je van mij? Assistent. Assistente, voilà. Dat is gewoon mijn persoonlijke assistente geworden. Applaus voor mij. Applaus voor haar. Oké. Dat was misschien te veel aan. Dus ja, het gaat echt zotte tijd worden, want vanaf morgen begint het al. Dus ja, het is hier de ene onthulling achter de andere. Dus morgen vertrekken we naar Amerika. Waarom? Omdat we het kunnen, ja, dus het is ook allemaal door jullie natuurlijk, hè, mensen. Ik wil gewoon ook een keer zeggen, allemaal bedankt, mensen. Bedankt voor zoveel te kijken naar mijn vlogs, weet je al. Duizenden views dat ik heb, en ook al die reacties, weet ik veel. Het is gewoon echt zot.
Dus Silke gaat vanaf nu al wat ik vraag, als ze moeten doen natuurlijk. Maar ze wordt er natuurlijk volledig voor gecompenseerd. Allee, volledig in natuur. Sorry, Silke. Dat was niet de bedoeling. Kunnen we dat er wel even uitknippen dan? Oké. En dus. Hey, Silke? Ja, fuck. Oké. Als ze er nog weer komen? Nou, we gaan er wel. Gaan we er wel heen? Ja. Fuck. Heb ik iets verkeerd gezegd? Maar knip dat er dan uit, hè? Ja, ja. Oké. Ah, als hij dan met mijn eten misschien? Ah, hoi, ja. Pizza is zwart. Ah, de pizza. Ga je wel op tijd maken dat mijn pizza hier klaar staat, Silke? Ja, dankjewel. En ja, voilà, vanaf nu gaat het gewoon niet normaal zijn. Dus ik heb Silke onder mij, de Rimzy onder mij. En oké, weet je wat? Allee. Ik ben zeker dat de Rimzy niet erg vindt, maar je weet, ik ben open over geld en weet ik veel allemaal. Dus Rimzy gaat €2.335 verdienen per maand. En Silke... Pas op wat hij zegt. €2.623. Ja, waarom? Waarom? Ja, Rimzy, je moet niet kwaad kijken naar mij. Rimzy, niet kwaad kijken. Het is wat het is, weet wel? De vrouwen zijn hier. Wij zijn hier. Maar ik ben daar. Oké? Okay? Dus je moet dat gewoon accepteren. Is het goed, Rimzy? Oké. Goed, dus wat gaan we vandaag doen? Vandaag wordt echt zot. Vandaag gaan we dus echt zotte dingen doen. Echt zotte dingen. Het is echt hoor. Dus wat gaan we doen vandaag? Vandaag gaan we het samen in een film kijken. Wat gaan we kijken? Maak ik een drumroll? Ja. Zie, voilà, zij weet hoe haar een job is. En dat is waarom dat ik meer word betaald. Daarom word hij meer betaald. Daarom. Dus, bam, de Babadook. De Babadook gaan we vandaag kijken. Hè? Want het zijn niet alleen vlogs, het zijn ook movie reviews, food reviews, gewoon pussy reviews. Allee, ik bedoel van de kat. Maar ze loopt zo slecht. Het wordt gewoon echt zot. Het wordt echt zot, mensen. Dus, ja, ik zou zeggen, stay tuned. Want we gaan echt zotte dingen doen. We gaan echt zotte dingen doen. Come on. Come on, Silke. Give it a go. Echt zotte dingen doen. Oké. Voilà. Dus mensen. Ik zou zeggen, stay tuned. En... Ik zou zeggen, oh, kijk, had ik afsluiten, lekker uur hem zien. Maar dat is een tip dat hij mij heeft, nee. Tot de naaste keer. Ah, de pizza. Lekker. Ja, maar, Silke, je weet dat ik mijn pizza gewoon in 4 wil. Waarom doe je dat hier in 8? Dat is veel smakelijker zo. Veel smakelijker. Ik zal een kik wel bepalen hoe dat kik mijn pizza wel wil eten, zeker? Nee! Wat is dat met dat personeel tegenwoordig? Jongens, stil. Allee, Rimzy, had ik dat nu in 4 wel? Wat vind jij ervan? Dat zou niet... Het is niet te doen, hè. Allee, wie is er baas? Allee, ja, zij of ik? Ik weet het wel. Ja, kom. Dat is toch... Ik versta dat niet. Allee, ik moet dan nu zo'n kleine stukjes... Ze weet dat ik graag grote stukken in mijn mond heb. Maar echt van die grote stukken... Dat is omdat wij... Oh, damn. Ze weet dat ik dat graag heb. Dat is omdat we geen multichecks kregen. Waar je die multichecks dan mee te maken? Ja, ik had gezegd dat ging een probleem verzoek. Ik ben wel blij dat ik met een genie zedel heb. Maar hij zit helemaal aan het filmen. Ja, dat moet je niet filmen, helemaal, hè? Kom. Ik had me opeten, zeker. Ik zweer niet. Wacht, kijk. Hallo iedereen! Was echt een leuk film! Is het al bezig? Ja. Het is al bezig. Ah, zo een deur of zo. Had dat iets water te drinken? Ah, oké. Wil dat iets zijn? Nee, dank u. Dus ja mensen, wij hebben naar een film gekeken. En weet je welke film dat wij gekeken hebben?
Toast een keer, MC. Aan de mensen. Sowieso een schim. Jawel. De Babadook. Ja, dus we keken naar de Babadook. Ik zei, oh my god, ik zie die eigenlijk. Goeie, brullen. Het is lekker dat Silke zit achter de camera, dat lijkt dat je zo'n porn scene aan het doen. En actie. Ik zo. Dus ja mensen, wij kijken naar de Babadook. Mee aan uw film. Dus als je een verrekijker. Als je een verrekijker pakt, zou je misschien de koffer zien. Dat is wel echt ver, hè? Maar het is goed! Laat dat allemaal. Hij moet dat allemaal niet editen. Laat dat er allemaal. Nee, ik kan dat niet editen. Dat is gewoon de max. Ja, hoor. Kijk, Silke is echt like, een regisseur zo. Echt like mijn assistente. Lekker hoe dat zou moeten zijn. Ja. Ja, het is echt de max. Dus ja, voor de 77e keer, we gaan kijken naar Babadook. En Rimzi, wat vond je ervan? Zit hij eigenlijk wel in beeld? Nee, het is daarom dat ik dat hier naar achter doe. Ah. Trekt hierop niet. Ah ja. Voilà. Zit een keer stil. Ja, het is goed zo. Maar hij moet gewoon een beetje opschuiven. Zo, zet je zet beetje... zoveel naar voren, dat is gewoon een probleem. Yeah. Kom manneke, zet een keer een beetje dichter bij mij. Zo goed, Silke? Ja, doe het zo goed? Mm. Wat doe jij nog vanavond? Ik ga straks kijken naar een film. Ja. Kijken we naar Lights Out? Oké, voor de 300ste keer. We hebben dus gekeken naar de Babadook. En dat was echt wel een mega goeie film. Dat was wel echt creepy shit. Dat was gewoon niet normaal hoe creepy dat was. Dat is de film dat je moet checken voor Halloween. Ja. Dat is... Echt hoor, dat was gewoon niet normaal. Maar Pippi Blue durfde zelf niet kijken. Nee, ik zat meer zo. Maar weet je wat het is? Ik heb het al, ook al een keer gezegd. De mensen kijken altijd zo naar een film. Hè, van, ah, ik durf niet kijken. Maar je kijkt sowieso, want je kijkt gewoon door dat gat. Maar dat is een soort van bescherming. Ja, en ik had stress. Ik zei, allee, je had die film niet gezien. Nee, maar het was echt een supergoeie film. En ja... Over wat gaat het? Het gaat dus over een vrouw en een kind die samen in een huis wonen. Die een klein vindt in één keer een boek. De boek van Babadook. Zo, hè? Is juist, hè? Ja, de zeker. Boek van Babadook. En er staat er van alles in een boek. En eigenlijk al wat er in een boek staat, komt eigenlijk in het echt. Zo. Maar, ja, je ziet dat hij een klein wat probleem heeft en die moeder wat probleem. En... Om duur weet je niet van, is dat nu, zullen die nog dat inbeelden? Of is dat gewoon wel echt een geest, of dit of dat? Maar het is fucking scary, jongen. Ja, het speelt wel heel snel mijn hoofd. De Babadook zelf... Babadook... Ja, het is echt ik zweer het u, dat doe, laat mij gewoon keutokjes in mijn broekje vallen. Echt een plop, plop. Oh. Ik heb dat echt niet met veel horrors ook. Dat gevoel he, dat zo echt creepy is. Maar hij zijn gewoon niet bang. Ja, hij zijn gewoon niet bang, hè. Ik voel dat niet, hè. Maar ik voel dat hij, ja, ik voel wat voelde hij? Ik voel die spanning ook van binnen, nee, maar niet dat ik zo bang maar ben. Maar dat verstak ik ook niet. Zo zegt hij, ik verschiet inwendig. Hoe kunnen nu inwendig verschieten? Dus... wat dan? Maar nee, dat is lekker, ja. Zit... Allee, maar pas op. Lekker Leslie en Koen. Dan zullen er verschieten ook bijna nooit, hè? Nooit verschieten zullen er, ik versta dat niet. En ik, als we zo bijvoorbeeld... Kan ik iets vertalen, hè? We zijn ooit een keer naar... Was dat Replicant, of zo dat noemt? Die horrorfilm? Oh, ik weet niet meer hoe dat noemt. Dat was een horrorfilm en dat was zo gewoon een scène van de muur... Die in één keer over had naar een raam. En in dat raam zat er gewoon iemand... Dat was zelfs niet voor te verschieten. Dat was gewoon iemand die daar staat van... Hé, hey, hoe is het? Zo, ik verschoot zo hard. En dat was in de cinema. Ja. Ik zweet u, ik verschoot zo hard. En iedereen was aan het kijken naar mij. What the fuck is dat met u? En ik zo... Maar... Oh! Maar dat is gewoon omdat je zodanig... In die film zit, ja. Erin zit en dat die tension van je concentratie zo hard is... Ja, ik heb dat veel wel. Dat je zo erin zit... En dat mijn tension zo hoog zit. En één keer verschiet ik alles. Amai, ja, kijk.
Heb je dat niet, Rimzy? Dankjewel voor het kijken. Heb je dat nog nooit gehad, Rimzy? Wat? Ik vind dat deze het best smaakt. Silke zit daar zo. Ik denk dat ik ga slapen. En verschiet uw hoest. Het zetel. Ja, ik vond daar een goede film. Pippi Blue exposed. He shoots everything away. Pippi shoots. Pippi shoots. Allee. Silke ben zo over te heen. Zij zo. Lekker die film. Ja, ja. Ja, man. Dus, ja, mensen. Hoeveel geef jij met tienen? Ah, een dikke. Oh ja, een dikke 8,5. Zelfs zo'n 9. Ja, eigenlijk, ja, waarom niet? Het is gewoon een perfecte film. Ja, het was wel echt. Het was een horrorfilm en ik ben er mega benauwd geweest. Ik ben ook af en toe een keer in de lach geschoten. En ja, waarom niet? Ja, gewoon 9 op 10. Ja, en ik pees ook. Wat kan er eigenlijk beter? Nee, maar soms zie je benauwd om gewoon een score te geven. Maar als je dan like, een week vooruit gaat terugkijken naar die film, ga je dat echt nog zotter vinden. Ik vind het gewoon, het is een goede film als je er lang over kunt babbelen. Ja, ja. Tot ja. Maar ik had ook een keer gehad met een porno, hè. Ik was een keer aan een pornofilm aan het kijken. En ik vond het zo goed, dat ik het zelfs achtergedaan heb. Echt, hè? Alleen probeer dan. Zo goed vond ik hem. Weet je? Dus ja. Ja? Ik heb hem zelfs 12 op 10 gegeven. 12? 12 op 10. Mooi. Dat was echt zo. Zotskoek. Dat was echt een vrij, vrij goeie. Dat heb ik nog nooit gegeven. Dat was zo zot. Oh, een half misschien. 12. Voor de porno. Dat is wel veel. Voor de porno. Nee, voor de film. Ah, oh, voor de ja. film. Ja. Oh, mooi. Oké. Okay. Heb jij dat ook gegeven? Dat was echt kapot. Goeie video. Dus ja mensen, ik ga niet zelfstandig beginnen. Ik werk nog altijd in AZ Delta en we werken nog altijd bij FNAC en Silke werkt nog altijd bij ik weet niet waar, maar ja, dat was allemaal leugens. We hadden zowel een bijberoep gestart met Pippi Blue Productions. Ja, porn. Ja, Pippi Porn. Pippi Blue Productions. Nee, maar dat is wel echt waar. Oh yeah. Ja, vanaf nu is dat mijn intro. Oh yeah. Oh yeah. Blue balls. Silke Productions. Pippi Blue Balls. Silke is zo best aan het passen. Ik kan het niet meer aan. Ja man. Oh, wat voor video is dat eigenlijk? goed. Allee. We gaan een keer naar huis gaan. Want morgen heb ik de vroom. Ik moet nog gaan trainen. Het is... We gaan een beetje babbelen met de Babadook. Morgen moet ik er nou weer in vliegen, hè. Heb 33 stak sowieso op, hè. Dat is zo cringe. Ik ga weg. Het is te veel. Allee. Salutjes, Silke. Doei, love you. Doei. Zo, als ze niet stond met de video, heb ze zo. Ik heb geen keer gezegd tegen Silke, I love you. I'm gonna kill your fucking ass. Ik was zo een noem van je gangers, hè. Mama, no. Ja, zo. Rimzy Kapoor. The Flying Turkish Man. Pita was zo. Met zijn donder kebabs. Retiekoboer! Ja, goed. Mensen, allemaal bedankt om te kijken. Like de video, abonneer op mijn kanaal en ik zou zijn en op zijn kanaal. Mood for horror. Stay in the mood for horror. Ah, oh, ik dacht dat er een was. Allee, zeg, salutjes hè. Yo, da-da. Yo. Yo. Ah, nog klappen. Goeie. Arr, arr.